Een poging tot inventaris van het leven van Matthias Koppes. Het begint met vader Guido, moeder Agnès en stiefvader Dirk. Hoeders van een kroostrijk en bont gezin, Maarten, Saartje, Matthias en Staf, geboren en getogen in Holsbeek, als Brabantse variant van de familie Von Trapp. Op zijn 12e debuteert Matthias op het grote doek in de wereld van Ludovic. Daarna volgt het debuut als presentator op Filmnet en nog later als acteur in Familie, Buiten de Zone en Aspen. Presentator sinds de eeuwwisseling, eerst met neef Dieter in The Road Ahead, later naast broer Staf, Het Lichaam van Koppes, De Code van Koppes, All You Need Is Love, Hollywood in het echt, het cv is indrukwekkend. Tussendoor getrouwd en gescheiden, vader van een zoon en een dochter. En ondernemer sinds 2017, als vennoot van het productiehuis Roses Are Blue. Blauwe rozen, zelfs Neil Young heeft ze nooit bezongen. Je moeder zegt graag, ik zal het zeggen zoals zij het zegt, ik heb er mijn paarden mee gezien. Wat West-Vlaams is voor, ik heb er mijn peren mee gezien. Ja, ik denk dat ze met mij het meeste last hebben gehad, dat denk ik wel. Dat was mijn volgende zin. Ja, dat is sowieso. Ik was heel uitbundig en ik wou zo mijn eigen ding doen en verkennen. En dat is niet altijd even gemakkelijk geweest voor mijn ouders. Eigen ding doen verkennen. Open de aanhalingstekens. Matthias was de ergste van de drie. Als ik zei dat iets niet mocht, deed hij het zeker. Ja. Als ze tegen mij zeiden, dit mocht je niet doen. En ik zag, ik kon niet begrijpen waarom niet. Ah, toch? Ja, dan had ik dan van, ja, nee, maar dan ben ik niet mee. Dan doen we toch thuis, hè. Want voor de rest, ja. Het is niet dat we de zotste, ja, wel, we hebben allemaal zotte dingen gedaan. Je moeder dat overleefd heeft. Dat heb ik wel zelf heel vaak gedacht. Die heeft wel alles recht gehouden. Ik heb nu zelf kinderen. Ik denk, man, moesten die doen wat ik gedaan heb of wat wij hebben uitgesproken? Nee. Want je bent opgevoed door je moeder en je stiefvader? Nee, ik ben opgevoed door mijn moeder en mijn vader. Hier, dat is mijn vader. Dat is mijn stiefvader. Maar je stiefvader is een soort vader, toch wel? Mijn stiefvader is zeker een vaderfiguur geweest voor de familie en voor mijn moeder de beste man ter wereld. Zonder enige twijfel. Maar mijn vader blijft wel mijn vader, natuurlijk. Hè? Of het een echt, misschien niet de meest vaderfiguur, maar dat is wel mijn vader. Ja. Maar je stiefvader is vrij recent overleden ook? In juli. Juli overleden. Op het moment dat Stafke naar Zweden ging. En dat ik juist een scheiding had, dus dat was wel een heftig jaar, ja. Want is die vader vrij snel overleden, of zie ik dat verkeerd? Ja, die was... ze waren getrouwd, ik denk 12 jaar geleden. En ik denk 2 dagen later hadden ze het nieuws gekregen dat hij kanker had. Maar dat hebben ze nog kunnen rekken. En dan het laatste deel van zijn leven, het laatste jaar, was echt heel, heel zwaar. En heeft ons moeder mantelzorg gedaan. Dus hij is echt 10 jaar en meer ziek geweest? Ja, ziek geweest, waarvan 10 jaar... onder controle met chemo, en, maar wel onder controle. Maar dan dat laatste jaar was echt dat was verschrikkelijk. Ja. En is je moeder dan, ik hou mij sterk en ik steek het allemaal in een doos? Dat is ze normaal. Dat is ze normaal, echt. Maar ik heb gezien, deze knak is toch... toch een heftige. Heb jij haar veerkracht? Ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop dat ik er een deel van heb. Zoveel zal ik misschien niet hebben, maar ik hoop dat ik er een deel van heb, ja. En ook het respect voor elkaar, om keuzes te respecteren. Hè. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk is dat we meegekregen. Juist een jaar, hè. Ik wist niet dat die foto's nog bestonden. We waren echt een beetje duiveltjes bij elkaar, hè. 3 op 5 jaar tijd, dat alleen al. Ja. En heeft de kleinste het hardste afgezien? Sowieso. Staf was eigenlijk heel ziek als die geboren was. Ze hadden altijd gezegd van ja, die gaat niet veel ouder worden dan 5 jaar, want die kon niks eten, want die was altijd ziek. Maar echt levensgevaar? Staf wel, ja. Die gaven ze. Maar ik heb nog een zusje gehad ook, hè. Tussen Maarten en mij. En toen Staf geboren was, dachten ze dat hij hetzelfde had. Die was ook altijd ziek en die kon heel weinig binnenhouden. En uiteindelijk is die dan gestorven. En hoe oud is je zusje geworden? 5 maanden.
4 maanden. Ja. Dat is een reden geweest dat het heel moeilijk is gegaan, denk ik, tussen ons en ons vader, omdat die heeft zich nooit meer durven hechten aan zijn kinderen, denk ik. Die heeft nooit meer dit durven omarmen en te denken, ja, ik ga daar een band mee opbouwen, want dat kan toch zo voorbij zijn. Het is ook iets heel moeilijk om over te praten, hè, thuis. Niet dus? Niet, nee. Tot op vandaag? Nee. Vind je dat raar dat ik dat raar vind? Nee, ik vind dat niet raar dat jij dat raar vindt, hè, maar ik denk dat we allemaal, alle drie, denk ik, hè, dat is moeilijk om over je eigen te zeggen, maar goed terecht zijn gekomen en een eigen manier hebben gevonden om met moeilijke dingen in onze jeugd om te gaan. Dus iedereen steekt het in zijn doosje? Of verwerkt het op zijn eigen manier? Dit kan niet! Ja, dat is raar, hè? Oh my god, echt? Oh, kom hier. Ik wil een knuffel. Oh, maar nee, maar... Oh, ja, ik heb nog een pelt. Ja, tuurlijk. Oh, dat kan niet dat je hem hebt. Pelt? Je weet iets. Maar nee, hoe kan ik... En nee, heb je ook gebouwd? Ja. Het werd tijd. Het werd toch tijd, jongen? En we moeten laten afhangen van Erik Goedson om akkoord te zien. Ja, zo ver is het gekomen. Je ziet er goed uit. Ik heb goed zo vooral niet te komen. Ja, ik weet het, ik weet het. Hij mag aan mij komen. Ah. Wees wel gekomen. Zet jij in het midden, want als je hier gaat zitten, dan gaat die bank komen. Zie maar, het is voor heel nauw. Maar allee, hoe fijn is dat? Dat is echt waar. Dat vind ik nu echt keikool. Want hij heeft bij jou de bus gezeten? Ja, ik was met de Wim in de bus gegaan. We kenden elkaar al langer, maar daar wel een band gesmeed. En dat is dan blijven bestaan. En we hadden al gezegd, ja, maar de Sherry, jij ook, hè? Dan moet je toch terug. Ik kwam goed overeen met Jeroen ook. En wij kenden elkaar ook al echt lang. En ook elkaar een beetje naar het oog verloren. Ja. Ja. Getrouwd, kindjes krijgen, dat soort dingen. En op Rockwerchter zijn wij. Daar hebben wij terug. En dan heb ik gewoon de koe bij de horens gevat. En dan met z'n zessen afgesproken. En dan met z'n zessen afgesproken. We spraken toch af. Allee, we springen toch af om de drie maanden. Om de drie maanden, ja. En nu niet meer? Nou, dan is er COVID bij tussengekomen. Ik ben ook gescheiden. En dat was al een moeilijk jaar. Maar er is veel gebeurd in mijn leven het laatste jaar. En dan hebben we elkaar dit jaar eigenlijk niet gezien. Nee. Matthias, waarom gaan we hier nou een keer weg? Waarom doen we een keer niet een mannentocht of zo? Ja, maar jij begint wel de bloemen te plukken. Wim Liebert, die wou nu in een mannentocht. En wil jij dan ook mee? Wat je moet weten van Matthias Koppes, dat in diep van ben een hele goede mens is. Mocht dat niet zo zijn, ik zou niet bevriend zijn met u. En ik weet, zelfs als ik u een jaar niet hoor door omstandigheden, weet ik... Ik ga hem bellen en we gaan verder zetten waar we gestopt zijn. Ja. De volgende keer dat we elkaar zien, is toch snel, hè? Heel snel. Binnen een paar weken, hè? Ja. En wat gaan we doen, jongens? Wat gaan we maken? Zal ik zorgen voor een drank en Gelle zorgt voor het eten? As usual. Zeg, als wij nu ook eens voor een drank mogen zorgen en jij geeft gewoon het geld.